Ik zie een vis. Ik help jullie wel het water in, goed? Dan kan je niet vallen. Oh, dit voelt gek! Ja, zo'n grote libel. Dat zijn van die hele grote helikopters die je wel ziet vliegen. Ja. En daarvan is dit de larve. Dus deze die leeft 1 tot 2 jaar onder water. Ja. En op een gegeven moment, als die groot genoeg is, dan kruipt hij op een rietstengeltje of een ander soort stengeltje daar aan de zijkant van de oever. En dan kruipt hij eruit en die gaat dan rondvliegen. Dan mag ik hem in het emmertje doen? Ja, zeker. Hier spreekt het iets. Kijk, hier staat dit diertje, kijk. Maar hier onderin, er springt ook iets rond. Ik heb er al drie. Ik zie het rood. Kijk. Oh, je hebt al meer. Waterkreeft. Een rivierkreeft. Een heel kleintje nog. Oh. Kan niet bijten. Nou, die bijt niet, maar wel met zijn schaartjes. Doet dat pijn? Wil je hem op je hand? Nee. Oké. Okay. Nou, je voelt het wel. Oh ja, dat is maar ook pijn. Een beetje pijn doet hij. Dan kan hij even een beetje zijn vleugeltjes drogen. Kijk, daar vliegt hij weg. Ja, dat weet ik. Oh, ik heb een kommetje. En dan ook onder. Ja, ik zie het. Kijk eens, goed zo. Kijk, en dan kan hij even filmen. Even open houden. Kijk, dan zie je zo. Zie je zo het visje. Mooi, hè? Zo. Hoi. Hoi, mooi. Hoi. Jullie zijn net even de beek in geweest. Wat hebben jullie allemaal vangen? Jij wil direct wat laten zien, hè? Nou, ik heb deze snoek hier gevangen. Is dat echt een snoek? Oh, ja. Nee. Een baby snoek. Een baby snoek. Ze hebben goed hun best gedaan. Ja, want hoe vang je zo'n groot ding? Met een netje of met nee, vishengel? Nee, je zet hem gewoon tegen die brug aan dan. En dan wacht je een half uurtje. Dat is hem. Maar de kinderen hebben niet allemaal zo makkelijk alles gevangen. Nee. Want wat Eelke, ligt het dus een beetje toe. Wat is er allemaal gebeurd? Nee, alle kinderen zijn met waterbroeken en met netten zijn gewoon de beek in gegaan. En zijn we overal willekeurig op de bodem en tussen de waterplanten met de netten, tussen de netten door. En kijken wat er allemaal in zat. Ja, en wat kan men daar allemaal aantreffen? Ik zie een grote variëteit aan bezies. Klopt. Wat is dit een goede, tussen aanhalingstekens, vangst? Dit is een hele goede vangst, inderdaad. Ze hebben echt heel goed hun best gedaan. Ja, die mossel is echt groot. Vooral veel visjes, veel libellenlarven. Die zijn nog best wel lastig te vangen. Dus het resultaat is heel mooi. Ja. En nu hebben jullie zo'n raar pak aan, een waadpak. Hoe is dat om in zo'n pak de rivier in te gaan? Want je wordt dus niet nat, terwijl je, zeg ik weer rivier, in de beek staat. Omdat het dan heel erg plakkerig wordt aan je benen. Wordt het plakkerig? En dan voelt het net alsof dat je net gewoon in een klei, helemaal in een kleipot staat. En dan is het gewoon heel... Maar je wordt niet naar? Ja. Nee. Dat is toch raar? Mag ik nu een keer? Ja. Dat is een hele bijzondere ervaring. Kan ik me zo voorstellen. Dan ga je het water in. Ja. En dan gaat het allemaal zo aan elkaar. Het drukt helemaal... Het drukt helemaal tegen je benen en je voeten aan. Ja, dat voelt dan heel raar. Had je dat wel eens eerder gedaan? Nee. Nog nooit? Nee. Nee, dus wel een leuke ervaring misschien. Ja. En het is ook een beetje koud, hè? Ja, maar dan, als je daar eenmaal een paar stappen hebt gezet, ben je er wel weer aan gewend. Klopt. Dan valt het wel weer mee. Dan valt het wel weer mee, inderdaad. En heb jij ook nog wat gevangen? Ik heb modderkruipertjes gevangen. Waar zitten die? Wat zijn dat? Dat zijn van dit soort beestjes. Dat zijn ook visjes. Modderkruipertjes noemen ze die. Daar hebben we een stuk of drie van gevangen. Dat zegt iets over de kwaliteit van het water hier, kan ik me voorstellen. Ja, klopt. Er zit genoeg stroming in, genoeg variatie, genoeg zand, genoeg slip. Allemaal variatie in de beek en goede waterkwaliteit. En dat kan je aan dat soort beesten kan je dat zien, dat er goede waterkwaliteit aanwezig is. Vissen vangen in een beek, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Maar wat kun je nog meer voor leuke dingen doen?